Ja, voorzitter. De schriftelijke inbreng ging over bestrijdingsmiddelen, dus ik hoop dat ik daar iets over mag zeggen. Ik heb geen moties, voorzitter. Het gaat over glyfosaat, toch maar weer. Gisteren ook met de minister over gewisseld. Dit voorjaar kleuren de velden in Nederland weer geel door het onnodig gebruik van glyfosaat. En deze Kamer heeft in 2018, 26 mei 2018 al gezegd, dat moet stoppen. En eigenlijk zijn die gele velden gewoon een middelvinger, doordat het ministerie dit toestaat, naar de Tweede Kamer, maar ook naar de mensen die het wonen. En ik wil dus alle mensen dit voorjaar oproepen om foto's te sturen aan de minister van die gele velden. Zodat ook duidelijk wordt wat er gebeurt in het land. Want ik vind het onacceptabel, voorzitter, dat met een hele duidelijke, twee duidelijke uitspraken van deze Kamer niets wordt gedaan. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik nou goed dat de heer De Groot wil dat mensen naar het erf gaan van boeren om daar foto's te maken en die dan ergens online neer te zetten? Wat denkt de heer De Groot dat dat met boeren doet? Zij houden zich gewoon aan een wettelijke regel. En dat kan meneer De Groot niet leuk vinden. Dat is prima. Dat mag iedereen niet leuk vinden in Nederland. Maar ik vind dit wel een beetje een heksenjacht, hoor. Ja. Eerlijk gezegd. Nou, voorzitter, mevrouw van der Plas is misschien ook geworden dat deze motie door de Kamer is ingediend namens de burgers van Nederland. En inderdaad doen boeren niks verkeerd als ze dat, want het ministerie staat toe dat onnodig glyfosaat wordt gebruikt om die velden geel te spuiten. Dus een grote gifwolk over Nederland in het voorjaar, zonde van de gezondheid, zonde van de velden. En het zijn juist de burgers die daar last van hebben. En ook de boeren hebben trouwens daar gezondheidsschade van. Hè. Frankrijk is Parkinson als beroepsziekte. Dat zou u toch moeten aantrekken, voorzitter. Dus het is juist mijn verzoek om het naar de minister te sturen, omdat het de minister is die dit onnodige gebruik van glyfosaat toestaat. Ja, sorry, maar de heer De Groot overtuigt mij in dit geval niet. Dit is gewoon een heksenjacht. Ik vind echt niet dat een parlementariër hier mensen in Nederland moet gaan oproepen om foto's te maken bij boeren gewoon van het privégrond. En of ze het onnodig gebruiken, daar gaat de heer De Groot helemaal niet over. Dat weet de heer De Groot helemaal niet of het onnodig is. Dat vindt hij onnodig. Nee. Ze mogen het gewoon wettelijk nog steeds mogen ze het gebruiken. En ik vind echt, de heer De Groot moet zich echt heel erg diep schamen dat hij deze oproep hier doet. Dit is gewoon opruiing. Voorzitter, mevrouw van der Plas die heeft het altijd over dat boeren in Nederland ook onze landschapsbeheerders zijn. Dus eigenlijk voor de gemeenschap zorgen dat ons landschap er mooi uitziet. Nou, boeren doen inderdaad niks verkeerd. Die mogen dit doen. Ik herhaal dat. Die mogen dit doen. Maar de minister staat onnodig gebruik van glyfosaat toe. Ten koste van de gezondheid van boeren. Ten koste van de gezondheid van burgers. En nota bene u, voorzitter. De boerburgerbeweging heeft een hoorzitting georganiseerd, waarvoor dank, waar we de hoogleraar Bas Bloem aan de orde hebben gehad. En die heeft heel goed duidelijk gemaakt, en dit is echt een belangrijk punt, voorzitter, dat de beoordeling van glyfosaat te wensen overlaat. Namelijk dat die relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson niet goed wordt onderzocht in de toelatingen, omdat die muizen die leven nog, alleen pas als die hersencellen in een bepaald gebied meer dan 70% zijn aangetast, dan krijgt die Parkinson. Dus dat heeft het CTGB ook toegestaan. Dus we lopen hier met elkaar echt een heel groot risico. En het zou toch ook, want het is niet alleen, juist boeren hebben hier last van. Ik begrijp dat u niks voor de burgers doet, dat begrijp ik. Dat weet mevrouw van der Plas, dat u niks voor de boeren doet. De boeren hebben ook belang bij minder. Het scheelt ook heel veel geld, voorzitter. Dat is hartstikke duur, dat spul. Goed, ik zou graag van de minister willen weten in dit verband. Want ondertussen loopt die toelating van Parkinson door naar die oude criteria. Het CTGB zegt, ja, je moet veel beter gaan kijken naar de relatie tussen Parkinson en andere neurotoxicologische aandoeningen en de toelating van bestrijdingsmiddelen, in dit verband glyfosaat. Hoe gaat de minister daarmee om? Want we komen nu eigenlijk een beetje tussen. Ja, en nog even terugkomend op het glyfosaat. Want de minister die zegt van, ik heb het hier met de heer De Groot over gehad.
En daar wil ik het bij laten. Maar er doet hier een parlementariër gewoon een oproep aan mensen in Nederland om naar het privébezit van boeren te gaan, om daar foto's te maken van gele velden zonder enige context, zonder enige uitleg, die naar de minister op te sturen. We hebben vorig jaar ook gezien dat die foto's ook gewoon op internet en op Twitter en alles wordt verspreid. En ik zou wel graag wel een uitspraak willen van de minister, wat hij van zo'n oproep vindt, die dan hier uit de Tweede Kamer komt. Want ik ben van mening namelijk dat dit gewoon een vorm van opruiming is. Als een activist dat doet, ja, dan is het, dan kan je het nog ergens iets bij voorstellen, hoewel ook niet. Maar dat een parlementariër dat doet, hier in de Tweede Kamer, daar wil ik wel graag een uitspraak over van de minister, ja, wat hij daarvan vindt. Voorzitter, ik heb gisteren in het debat, in het commissiedebat, gezegd wat mijn inzet is ten aanzien van glyfosaat. De woorden die de heer De Groot gebruikt in dit debat, het zijn voor rekening van de heer De Groot, daar doe ik geen uitspraak over. Dat lijkt me staatsrechtelijk heel zuiver. Dank aan de minister voor zijn aanwezigheid vandaag en zijn vuurdoop. Dinsdag stemmen wij over.